Nooit eerder kwamen twee in rok gestoken acteurs per motorfiets naar een première. Rutger Hauer en Jeroen Krabbé deden dat voor Soldaat van Oranje. Burgemeester Polak van Amsterdam begroette hier onder andere minister en mevrouw de Gaai Fortman. In aanwezigheid van de koningin en prins Bernhard, van prinses Beatrix en prins Klaus en van prinses Margriet en haar man werd de film in een feestelijke omgeving ten doop gehouden. Na afloop van de eerste vertoning stelde Erik Hazelhoff Roelfsema, wiens autobiografie aan de film ten grondslag ligt, de medewerkenden aan het publiek voor. Allereerst Rutger Hauer. Ook voor regisseur Paul Verhoeven was er langdurig applaus. De leden van de koninklijke familie lieten zich de medewerkenden aan de film voorstellen door de producent Rob Hauer. Terwijl Rutger Hauer toekeek, wisselden koningin Juliana en prins Bernhard van gedachten met Erik Hazelhoff Roelfsema, van wiens in een boek vervatte oorlogsbelevenissen nu ook via de film Soldaat van Oranje kennis kan worden genomen.